Je hoeft niet... Ik heb voor al die dingen een bepaalde voorstelling. Het is een werkelijkheid. In die zin... Jung zegt... Een idee is waar... Om te beginnen... In de eerste plaats... Omdat het iets is wat bestaat. Die idee bestaat. Niemand weet of er zich ergens in het heelal... Een vrouw in een blauw gewaad bevindt. Maar de werkelijkheid, de waarheid is... dat de voorstelling daarvan... van die vrouw, van die persoon... voor 1000 miljoen mensen de eerste en laatste hoop is... in leven en sterven. En daarom moet je met die voorstelling rekening houden. En... ik heb bij tijd en wijle een voorstelling van God en dat is niet verboden. En meestal heeft hij menselijke trekken. Humeurig soms. Met een zin voor humor soms. Een figuur die me soms op mijn nummer zet. Een figuur die het soms buitengewoon met me eens is. Vooral als ik iets gedronken heb. En hij misschien ook iets gedronken heeft. Je moet leven en je moet jezelf niet verbieden om gedachten of gevoelens te hebben. Je moet ze hebben, je moet ze toelaten voordat je ze kritisch gaat onderzoeken en niet omgekeerd. Je moet niet met kritiek beginnen, want er komt er geen gedachte, geen gevoel, niks uit de bus. En je moet zijn die je bent, wat het ook is. Je zou je ook het tegenovergestelde van God kunnen voorstellen in, laten we zeggen, het kwaad. En in de loop der tijden zijn daar ook veel voorstellingen van geweest. Van duivel tot, mensen kunnen nou eenmaal niet in dit tranendal samenwerken. Je kan het psychologiseren of niet. In uw werk komt het kwaad ook voor. Nou, de eerste vraag is natuurlijk, de mensen hebben een begrip geformuleerd... een projectie gemaakt van het kwaad in een figuur van de Satan. En dan zeggen de moderne mensen, de duivel die bestaat niet. Dan zeg ik tegen die mensen, of je hebt nooit om je heen gekeken, of als je dat wel gedaan hebt, heb je kak in je ogen. De duivel is zeer reëel. En die duivel bestaat net zo goed bij de verlichte mensen. Dan heet die imperialisme, of de samenzwering van het internationale oliekapitaal. Maar van het imperialisme imperialisme en van dat kapitalisme heeft nog nooit iemand het adres of het telefoonnummer opgegeven. Het is precies hetzelfde liedje. Hè? En in die vermeende tegenstander, dat iets wat totaal anoniem is, wat helemaal niet bestaat, er bestaat helemaal geen heersende klasse of zoiets. Er bestaan mensen die rijk zijn, die een goed karakter hebben. Er bestaan rijke mensen die machtig zijn en een slecht karakter hebben. Dus dat is dat. Een ander punt is, dat van ouds natuurlijk heeft men zijn twijfels gehad. En de vraag is of een godsbeeld aanvaardbaar is van een godheid waarin niet ook kwaad woont. En je zou kunnen stellen, het is maar een idee, dat is toch geoorloofd. Dat wellicht in de godheid dezelfde strijd woedt tussen goed en kwaad als in ons. Dezelfde strijd woedt tussen bewust en onbewust als in ons. En dan zouden we ook dus eigenlijk kunnen denken aan de opdracht van de mens. Ik heb een wonderlijke gewaarwording bij de mis, die dus een kwellend karakter aangenomen heeft soms. Ik zie dat gebeuren. Ik zie... het brood en daarna de wijn opgeven worden, de kelk. En ik zie het allemaal. Dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed. Het is allemaal heel reëel voor mij. Als drama, als emotie. Het heeft die enorme geldigheid. Niet leerstellig, maar het is overweldigend. Het is totaal. En dan vraag ik me af. Ik zeg, ja, dat is heel prijzenswaardig. Jij hebt ons verlost. Maar hebt u zichzelf verlost? En dan zie ik op een affiche in Engeland staan een propaganda voor meer kerkbezoek van een bepaalde kerk, Anglicaanse kerk of Methodistenkerk, een affiche. He cares for you.
Hij houdt van u. En dan vraag ik me af, opeens, but who cares for him? Wie houdt van hem? Het moet allemaal van één kant. De mensen eisen dat God van hun houdt. Maar voor hem, voor zijn welzijn, of wat dan ook, een poot uitsteken, dat is er niet bij. Dus mijn vraag over dat kwaad is eigenlijk in zekere zin variant op het antwoord van het eerste, die godsvoorstelling. Want in feite komt het erop neer dat als je God die menselijke eigenschappen toedicht, dan zit daar ook het kwaad zelf in. Maar er zijn bijzondere vormen van kwaad. Of in uw werk lees ik dat er stemmen zijn, dat er chaos is die bestreden moet worden. Door bijvoorbeeld te schrijven. Ja, de kunst is ordening, is stilering. En men moet door duiding komen tot een voorstelling die het leven leefbaar en hanteerbaar maakt. Men zal natuurlijk toch met het kwaad moeten leven. Jung zegt dat het gevaarlijke aspect van de moderne tijd is, dat schrijft hij al zeker 30 jaar geleden, dat een mentaliteit heerst, dat zeg ik nu hoor, waarin men zegt, datgene wat ik doe, is goed, omdat ik het doe, eigenlijk. Ik ben op zoek naar mijn eigen identiteit, ik mag iemand op straat neersteken, vooral als het een oude man of een oude vrouw is, dan is het nog makkelijker ook om te doen. En hij zegt, vroeger is er ook begrip van goed en kwaad geweest. Maar het grote probleem is dat het kwaad vandaag de dag om legalisering vraagt. Hij zegt, het wil niet leven. Het wil met ons meeleven, geïntegreerd worden. En dat heeft zeer verstrekkende gevaarlijke consequenties. En we zien dus dat afglijden, dat men de terminologie van de totalitaire machten overneemt. Dat iemand die moreel volkomen legaal, volkomen in overeenstemming met de internationaal erkende mensenrechten. Als iemand een totalitair land uithelpt met zijn papieren of met zijn auto en hij wordt gegrepen, dan staat er in de Nederlandse kranten veroordeeld wegens mensensmokkel. Het wordt mensensmokkel. De hele terminologie van het kwaad wordt overgenomen. Men vindt het eigenlijk langzamerhand normaal dat er mijnenvelden om een socialistisch land heen liggen waar die mensen oplopen en in de lucht vliegen. Dat hoort erbij. Op zichzelf is dat geen kwaad meer. Dat is dus een soort verloedering. Dat is een hele angstaanjagende ontwikkeling. Er werd vroeger veel kwaad gedaan, maar men wist toch wel dat wat goed en kwaad was. Men deed het kwaad, maar men wist drommels goed dat het kwaad was. En dat is aan het vervagen. U zei duivels en daarna drommels goed. Ja. Nou, dat is een gelukkige verspreking. Ja. U hebt in dit verband, u hebt ook wel eens geschreven iets over een slang bestrijden. Ja. Als u nu een gevecht met die chaos aangaat door te schrijven, is er iets te vertellen over dat schrijfproces? Is dat lang denken, kort schrijven of lang denken, lang schrijven, schrappen, laag voor laag afbellen of erbij doen? Of... Nou, dat eindeloze bouwen, herbouwen, doorhalen, opnieuw beginnen, dat is voorbij. Ik heb nu eindelijk een beetje productief, een beetje, efficiënt systeem van werken ontwikkeld. Ik schrijf een klad, ik verbeter daarin. Ik schrijf het in het netschrift en dan is het klaar. Laten we zeggen, het boek bestaat uit 16, 18, 20 hoofdstukken. Dan gaat het op die manier in zijn werk. En dan gebeurt het dat ik 2 of 3 hoofdstukken uit een eerste klad overbreng in een tweede klad, dat langer is. En dan gebeurt het een dood enkele keer, 2 of 3 hoofdstukken, dat ik zeg, nee, die ontwikkeling gaat te snel. Die draaipunten die komen te gauw. Er is geen voorbereiding, er is geen anticipatie. Dat moet absoluut een keer over. En dan werk ik het opnieuw uit. En dat wordt het hoofdstuk 2 hoofdstuk of 2,5 hoofdstuk.
Maar er zit nu een beetje een systeem. Ik denk, ja, hoor eens eventjes, ik kan wel, het is nooit goed. Hè? Je moet het zo goed mogelijk doen. En dan moet je het maar aan God overlaten. Als die denkt dat het beter kan, dan moet hij dat boek maar schrijven. Ik heb maar één hoofd en één rechterhand. Maar bij wie moet dat nou weer worden uitgegeven? Ja. U schrijft nog steeds met een kroontjespen. Ja, is dat heel bewust? Nou, ik schreef vroeger met een kroontjespen, heel lang geleden. En ik ben dat blijven doen. En ik kocht die flessen inkt, voor oorlogse ijzergalnoten inkt. Die blauw uitschrijft, zwart opdroogt en die onuitwisbaar is. Dat is een voordeel. En ik had er gein in. Ik kon met die andere dingen niet. Ik kon met die krengen niet overweg. Ik kan niet met een ballpoint overweg. En er wordt opgebeld, je schrijft het neer met een ballpoint. En die ballpoint is uitgedroogd. En toen maakte ik een klein beetje natuurlijk een ritueel van. En toen ging ik die pennen opzamelen die nog in de handel waren. Ik heb 12.000 kroontjes pennen. En ik heb 15.000 vel kwarto, 65 grams bankpost. En ik heb ongeveer 9 liter van die vooroorlogse inkt. Die heb ik nog opgespoord bij inktmakers, bij inktfabrieken. Oude verlaten magazijnen van kantoorboekhandels. En als ik elke week een nieuwe pen neem, dan, en als ik snel helemaal te afschrijven ben, moet ik vaker dan 1 keer per week een nieuwe kroontjespen in de penhouder doen. Maar dan kan ik nog 83,5 jaar schrijven. Dus we zitten goed. Omkeer, dan ga je maar waarom is dat niet goed? Je hebt twee dingen nodig eigenlijk voor je geestelijk welzijn. Dat wil zeggen, de ritus, de beleving van de Rooms-Katholieke Kerk. Om ja, te weten hoe je het moet ondergaan, hoe je het moet voelen. Hoe je de werkelijkheid moet ervaren. En dat is een religieuze duiding. En daarnaast lees je Arthur Schopenhauer. En dan weet je hoe het in elkaar zit. Wat leest u, maar zijn er boeken die u leest en herleest? Ja, waar u... ik vergeet het altijd later. Schiet me weer te binnen wat ik... ik lees... veel over het gebied, of heb veel gelezen op het gebied van psychologie, niet psychiatrie, maar psychologie, godsdienstgeschiedenis, om te kijken of wat ik denk en voel enigszins aansluit. Of je niet alleen staat. Ik heb nooit behoefte aan gehad om alleen te staan. Ik heb nooit behoefte daaraan om een eenzaam genie te zijn. Het is altijd een geweldige geruststelling om te merken dat het gewoon... degelijke dingen zijn van voor de oorlog. Hè? Dat het een heel gewoon, volstrekt eerbaar voor oorlogs godsbegrip is. Hè? Ik ben altijd blij als ik denk, oh nee, er is niks aan de hand met me. Hè? Ik vind het daar en daar bevestigd. En het is God zij geloofd, geen nieuwigheid wat ik verkondig. Trouwens, je kunt helemaal niks nieuws beweren. Je kunt niks nieuws schrijven, geloof ik. En je moet zeker niet, niet streven naar vernieuwing of zoiets. Nee. En je moet je in alles zoveel mogelijk aansluiten bij de traditie. Je moet altijd proberen binnen de traditie te blijven. Ook in je werk, ook als kunstenaar. Zonder traditie ben je nergens. Je moet van de traditie uitgaan, dan heb je een geweldige... kracht en energie en stroom mee, dan heb je een bepaald voordeel. Wil je in strijd, moet je in strijd zijn met de traditie? Ja, natuurlijk, het kan wel eens voorkomen dat je aan die traditie iets toevoegt, of dat je iets, weet ik veel, wat je als kunstenaar doet. Maar om te denken,
Zo en zo hebben die mensen geschreven. Zo en zo hebben die mensen eeuwenlang een roman opgebouwd. In die en drie en die en die drie of vier conventies. Welke conventie ligt mij het beste? Maar je moet niet beginnen te zeggen, ik ben zo uniek. Ik ben een soort incarnatie van het grote nieuwe. Ik verwerp alle traditie. En dan maak ik iets heel groots. Er zijn mensen geweest die zo creatief waren dat ze genoodzaakt waren met de traditie te breken, maar ze schiepen zelf een traditie. Ik bedoel, Schubert kwam met zijn grote, met al die liederencyclussen van hem, en toen hij de Winterreizen voorspeelde en voorzong voor een kring van vrienden, was er een ijzig, bang zwijgen toen het afgelopen was. Wat hebben we nou aan de hand? Wat is er gebeurd? En het werd aanvaard, het werd verstaan als de grootste disharmonie van alle tijden. Hij stuurde zijn toonzettingen van de gedichten van Goethe aan de grote dichtervorst Goethe met een vriendelijke brief en een opdracht. En Goethe, die zich ook wel hield aan de conventies van de tijd, heeft nooit het fatsoen gehad om Schubert daarvoor te bedanken. Alles omverwerpend was die muzikaliteit van Schubert. Drüben hinterm Dorfe steht ein Leiermann. Und mit starren Fingern dreht was kann. Barfuß auf dem Eise wankt hin und her. Und sein kleiner Teller bleibt ihm immer leer. Und sein kleiner Teller bleibt ihm immer leer. Een tijdje daarna begonnen die liederen en al zijn muziek een zegentocht over de wereld. Hij vestigde een nieuwe harmonie. Maar een nieuwe traditie, een nieuwe conventie. Maar daar moet je niet op rekenen als je begint te schrijven. Dat met jou de romanliteratuur begint, zoals de 50's beweren. Dat met hun in 1950, die kabouters, weet je wel, die domme kikkers, die belachelijke insecten. Zichzelf meteen maar een naam in de geschiedenis hebben gegeven, voordat iemand anders het 50 jaar later deed, de 50'ers. En dat betekent niks. En hun poëzie was poëzie. Daarvoor was nooit poëzie geweest. Dat soort onzin. Huh? Nou, dat hebben ze niet waarachtig wel gezegd. Hè, er is bijvoorbeeld in die eerste manifestaties van 50'ers bijvoorbeeld een inleiding van Kouwenaar bij zo'n bloemlezing, 50'ers. Ja, hij was heeft hij wel degelijk bijvoorbeeld ook een Nederlandse traditie van laat ik zeggen, Gorter, van Ostaaien. Ja, ja. Alleen zegt hij, het is nu wel 1950. Maar ja, ja. Hij is zich wel bewust van een traditie, zoals hij ook zich bewust was van een traditie van de Nee, maar dat is waar. Maar hij is ook de enige die lezen en schrijven kan, geloof ik, in die hele troep. Even op dat lezen doorgaan. Dus leest, zegt u, Schopenhauer en wat werk over psychologie en godsdienstpsychologie. Leest u ook nog af en toe fictie? Ik word altijd zo teleurgesteld, omdat verschijnt zo weinig wat de moeite waard is. Het is allemaal zo deprimerend, het is allemaal zo actueel, zo eigentijds. Men verwaarloost de wetten van de bouw. Van een roman, anticipatie, typering. Elk hoofdstuk moet weer iets totaal anders zijn. Het mag geen samenhang hebben. Het moet fragmentarisch zijn. Alles wat gemaakt wordt is fragmentarisch. Het heeft niet een voortgang van een begin dat het slot aankondigt. En een slot dat de vervulling is. Of bijna een herhaling van het begin. Geeft u in Leiden... les of colleges over schrijven, over compositie.
En komt u dan met voorbeelden? Ja, ja, ja. Nou ja, ik geef bijvoorbeeld als voorbeeld van de grote roman... De studenten zijn tot de conclusie gekomen dat bepaalde romans voor mij gebouwd zijn als de Griekse tragedie. Nou, ja, dat is natuurlijk heel vleiend. Dus Oud en Eenzaam zou helemaal een volmaakte Griekse tragedie zijn. Met zelfs de twee gedichten die erin gezet zijn, zouden rijen zijn. En, nou ja, dat is natuurlijk prachtig. En dat werd me aangevreven, dat zou zo'n groot geniaal zijn. Ja, ik weet er niks van. Ik heb geworsteld met die constructie van een verhaal in een verhaal in een verhaal in een verhaal. Ik ben er bijna onder bezweken, onder die toren. Ik wil altijd een geweldige architectuur leveren. Maar het is volgens mij gelukt. Maar hoe het gelukt is, weet ik ook niet hoor. Dus, nee, ik heb nooit gedacht aan de Griekse... Wie denkt er nou aan de Griekse roman? Maar ik denk, heb ik gezegd, ik denk dat elke geslaagde roman met een beetje episch karakter, met een goed en solide voortschrijdende bouw, waarschijnlijk wel ook meteen de oervorm zal hebben van de Griekse tragedie. En dan zeg ik, nou, lees dan maar bijvoorbeeld een American Tragedy van de Reiser. In 1925 verschenen. Dat geef ik altijd als voorbeeld van een grote roman, waarbij de auteur zich niet te buiten gaat aan eigentijdse actualiserende wijsneuzigheid, waarin geen grote briljantie van stijl tentoongespreid wordt, en waarin een allereenvoudigst, beetje banaal soms, woordgebruik toegepast wordt. En, maar ik doseer het vak wat ik ervan weet, of denk te weten, 40 jaar ervaring, en dat dan helemaal getabuleerd, uitgewerkt en over een aantal colleges verdeeld. Nog niet zo'n eenvoudige taak. Want ik ben niet op mijn hoofd gevallen en ik heb veel over dingen nagedacht. En ik weet er iets van, of denk er iets van te weten. Maar om het te doseren, ik heb nog nooit van mijn leven lesgegeven. Ik heb het er goed van afgebracht, maar ik heb het een beetje onderschat. Ik kan incidenteel, als iemand me iets vraagt, de aanleiding van iets, heel aardig uit de voeten komen. Maar het was, dat is passief. Maar ik moest actief aan mensen die gewoon receptief daar zaten, de hele zaak uit de doeken doen. Maar het is heel goed voor me geweest, want ik ben mezelf van een heleboel dingen bewust geworden. En die studenten, dat viel me ook mee, ik had niet veel verwacht, maar heel intelligent, heel onderzoekend en heel inquisitief, die hebben in de analyse van boeken van mij mij gewezen op dingen die ik niet wist. Dingen in constructie, in de gedachten en zo. Want er zit ook natuurlijk een heleboel in dat door een constructief handelen de intuïtie ook in je werk komt. Je moet niet denken dat het werkje door een engel op schrijfsnelheid wordt gedicteerd, maar er gebeurt toch een hoop. Ja, je maakt het, je schrijft nog eens over, je zet het bij elkaar, je overziet het geheel, een hoofdstuk, je leest het hardop, je stelt je een lezer voor die aan het raam zit, zus en zo lezer. Ik denk altijd aan de internationale huisvrouw. Ik heb altijd iemand die totaal ongeletterd is, maar wel belangstellend. En die moet het lezen. En die hoeft het niet mooi te vinden, maar als die het begrijpt, helemaal begrijpt, dan vindt het vrede. In mijn ogen. Ik kies nooit een intellectueel daar of een intellectueel daar of een recensent van een of andere krant die het goed moet keuren. En natuurlijk ook helemaal nooit een collega. God bewaar je. Maar ik zoek dus de ongeletterde, enigszins intelligente, enigszins gevoelige, belangstellende huisvrouw. Ik zeg internationale huisvrouw, dat kan ook een man zijn natuurlijk. Hè? Maar ik vertrouw meer op het oordeel van een vrouw. Meer dan driekwart van mijn publiek zijn vrouwen. Ik heb dat zomaar eens een keer, waarschijnlijk intuïtief, weer in die intuïtie, heb ik dat gewoon als een soort uitdagend badineren gezegd. Niet voor niets, en driekwart misschien wel 60-70% van mijn publiek huisvrouwen. Dan zeg ik altijd moeders van kinderen die zwijgend haar plicht doen. En toen bleek het op den duur toch wel degelijk
uit de fanmail op het aangesproken worden op straat, op het horen van die en die en die en die. Ik heb al uw boeken en... Maar je hoort, en je hoort van vrouwen niet zoveel als van mannen. Een vrouw gaat niet zo gauw een brief schrijven natuurlijk. Maar wat is het? Het is dit. Als een man naar een vrouw of een meisje kijkt, dan mag hij te goeder trouw, hoor, allerlei hooggestemde gedachten hebben. Ik wil haar aanbidden. Ik zal haar altijd beschermen. Ik zal haar altijd trouw zijn. Ik zal dit, ik zal dat. In alle eerlijkheid. Maar in werkelijkheid gaat het bij de man helemaal, of bijna helemaal, om macht, zelfverwerkelijking, het is machtsdrift, niet alleen lust, maar het is machtsdrift, het is geldingsdrift. Het is toch datgene, die vrouw, wat bezeten moet worden. In twee betekenissen. Dat is de man die naar een vrouw of een meisje kijkt. Wanneer nu een vrouw naar een jongen of een man kijkt, dan heeft zij natuurlijk ook, dat was vroeger, dacht men dat het helemaal niet mocht of bestond, bepaalde verlangens naar de vervoering, naar de extase van het lichamelijk contact. Ze heeft natuurlijk ook, kent zij de roes van de lichamelijke begeerte. Maar er is bij een vrouw nog iets anders. Wie die vrouw ook is, of ze moeder is, moeder geweest is, moeder zal worden, of nooit moeder zal worden. Zij kijkt, hoe ze ook kijkt naar een jongen of een man, ook altijd als moeder. En dat herkent een vrouw in mijn werk. En ik schrijf. Ik zie een jongen. Ook zoals een moeder zijn jongen zou zien. Vandaar dus mijn vereering voor de moeder gods. Mijn gedachten over het eeuwige moederschap gods. Enzovoort,